Meneer Van Dalen, hoe kijkt u terug op uw eerste jaar als Europarlementariër? Met heel veel genoegen. Ik heb hier in het Europees Parlement een belangrijke plek gekregen als vicevoorzitter van de Transportcommissie. En daarom kon ik ook een belangrijk rapport presenteren namens het Europees Parlement over het Europese zeevaartbeleid voor de komende 5 jaar. Daarnaast hebben we hier moties aangenomen gekregen over de vervolging van christenen in Egypte, Pakistan en ook in Nigeria en Maleisië. En daarnaast hebben we iemand die in India heel actief is voor de echt allerarmste, dominee de Souza, namens het parlement kunnen kandideren voor de zogenoemde Indira Gandhi prijs. Dat is zeg maar dé belangrijke prijs in India. Dus dat was heel bijzonder dat het hele parlement die nominatie heeft gesteund. Wat hoopt u de komende tijd nog te gaan bereiken? We blijven opkomen voor godsdienstvrijheid en mensenrechten. De vervolging van christenen blijft een thema waarop we helaas moeten blijven hameren. Daarnaast in India zijn we nu bezig een handelsovereenkomst te maken tussen de Europese Unie en India. En dat moet ook een handelsovereenkomst zijn waarin rekening wordt gehouden met mensenrechten en godsdienstvrijheid. En een ander speerpunt is het milieu. We doen hier veel aan biodiversiteit en het verbeteren van het milieu en het klimaat. Dat blijft voor ons ook echt een topic. Naast een aantal onderwerpen op het gebied van transport, want dat is voor ons ook een belangrijke commissie. Afgelopen tijd heeft ook het nieuws gehaald met vragen over het budget van het EP. Kunt u daar ook iets meer over vertellen? Ja, de begrotingsdiscussie is hier heel belangrijk. Het parlement wil procenten meer bij de begroting gaan voegen. Daar ben ik op tegen. We moeten hier eigenlijk gaan besparen, want dat gebeurt in alle hoofdsteden. Overal moet bespaard worden, ook hier in Brussel. En daarnaast vind ik de begroting niet even transparant. Er zitten toch posten in die niet goed te doorzien zijn. Zelfs posten die voor Europarlementariërs te gunstig zijn, maar ook ondoorzichtig. En dat blijft dus ook een speerpunt in ons werk de komende tijd. Meer transparantie in de begroting en ook een korting op de begroting.